welkom, beste autovrienden, Exclusive Swiss Cars. Jeroen Post, JP achter het stuur. En vandaag, dames en heren, hebben we wederom weer een auto die we een jaar geleden ook al gehad hebben. Maar op vele verzoek hebben we hem nog een keer gedaan. En dat doen we namelijk omdat dit een hele prettige auto is. Dit is eigenlijk, denk ik, een van de favorieten als het gaat over de youngtimer regeling. Dit is namelijk de ML63 AMG. Oh yes, baby! 510 pk, V8, een dikke Sjaak. Prachtige auto, een dijk van een auto, een tijdloze auto. AMG is natuurlijk het paradepaardje. Alle AMG's hebben veel pk's, hebben een hoop vermogen en hebben ook een hoop meer beleving. En dat maakt natuurlijk altijd wel weer dat ondanks het feit dat ze wel een slokje lusten, zeker als je een V8 rijdt, is het wel waarom je autorijden zo leuk vindt, denk ik. Want dat is wel met zo'n AMG. Deze versie, want de allereerste die we lieten zien, dat was een jaar geleden, was een zilver met zwart interieur. Wij dachten, hoe leuk is dit nu? Zwarte auto met licht interieur. Dat is ook altijd net weer even totaal anders. Ik ben persoonlijk heel erg fan van lichte interieuren. Je moet het wel wat meer schoon houden, maar op een of andere manier, als het allemaal wat lichter in je auto is, dat is ook voor positief gevoel of zo. Althans, zo werkt het bij mij. Ja, en als je dan zo mooi in deze auto rijdt en met die toerenteller zo en de cockpit voor je en je ziet dan weer drie van die chrome letters AMG gewoon bijna je gezicht in shine omdat het zo'n prachtige mooie zonnige dag is, dan word je weer even eraan herinnerd dat je toch wel even in het neusje van de zalm van Mercedes rijdt en dat ze toch laten zien van luister eens, wij zijn heer en meester in het bouwen van heerlijke motoren waar je op de openbare weg gewoon echt heel fijn mee kan vertoeven. Eigenlijk denk ik in de youngtimer categorie een van mijn favorieten. Maar goed, wat vind jij in de categorie van youngtimers? Wat zou jij rijden en waarom? Laat het even weten in de comments. Ja, je weet het hè. Degene die aan deze motor gesleuteld heeft, is in dit geval Audras Ukauf. Nou, herzlich danke. En we zijn er heel blij mee, want hij doet het heerlijk. Dus ja, het is altijd een fijn, een leuk dingetje van AMG toch altijd. Dat ze die naam op die manier gewoon erin zetten. En dat je weet wie er aan jouw motor heeft gesleuteld. Nou, de youngtimer regeling is ook heel belangrijk. Want die youngtimer regeling geeft natuurlijk aan dat je als ondernemer deze auto een stuk voordeliger op de zaak kunt rijden. En dan moet je het zo zien. De youngtimer regeling is 35% van de dagwaarde. Dat wordt je bijtelling. Maar weet je wat? Genoeg gepraat natuurlijk. Het is weer tijd voor de bitches. Als er nou nog vragen zijn of suggesties, laat het even weten in de comments. En dan kunnen we er altijd even naar kijken. En wie weet zie je binnenkort weer jouw favoriete auto terug bij een van onze video's. Ik zeg bedankt voor het kijken. Een hele fijne dag. En ik zou zeggen, auf Wiedersehen. Is het tijd voor mij te gaan? Nee hoor, maakt niet uit. Ik ga nergens heen. Nou, ik ga wel ergens heen. Ik ga namelijk ergens heen. 5-4. Dit is lelijk. Een A4 met zogenaamde nep-ovalen. Oh, dat kan echt niet. Journey one. Dan heb je een A4, 2,4, niks erop, alles eraf. En dan ga je proberen de ovale uitlaten van een RS6 te doen. En je hebt ook nog een trekhaak. Oh, schaam je diep. Je bent een schande. Ja, dat kan echt niet. Waarom ga je op zo'n auto ovale uitlaatje doen? Dat je, alsof wij nu denken dat je in een RS4 rijdt. Koek het. Zeker opgenomen. Okay. Ja, dat is een leuke blooper, hè? Dat is een leuke blooper. Oh, dat kan echt niet. Ik ga zijn nummerbord niet noemen, maar. Dat gaat al weg. Oh. Laat al af. En hij heeft een golfvellige drop ook. Sommige mensen begrijpen het echt niet. Soms moet je mensen echt opvoeden in hoe je je auto moet aankleden. Maar ja, het is allemaal heilig.